Jorap, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. En welkom vanuit Street Customs. En vandaag hebben we de hele dag uitgetrokken omdat we iets leuks gaan doen. We gaan mijn tweede auto ooit whitebody. We gaan de MX-5 veranderen in een whitebody. Full Car Tuning heeft alles hierheen gebracht. En we gaan vandaag alles als het goed is in één dag erop passen. Dus hier hebben wij mijn MX-5 NB jaar 2000 110 pk niet verbreed. En als we dan even deze kant op lopen, hebben wij hier de whitebody kit met JR wielen, met een spoiler, alles erop en eraan. De body kit is op dit moment nog niet gespoten, maar we gaan het vandaag wel passend maken. Dus het zou moeten lukken, het zou moeten kunnen binnen 24 uur mijn auto whitebody. Dit zijn dus alle onderdelen die we vandaag op de auto gaan zetten. En we gaan eerst even alles vastplakken met tape om te kijken of het echt een hele grote hel wordt of niet. We hebben nu de bodykit er een beetje opgeplakt om te kijken hoe de fitment gaat zijn. Dus hier weten we dat er nog een deel weg moet zagen. Goedemorgen. Zodat hij dus goed past. Ik leg deze even gelijk af. Hoeven we eigenlijk vrijwel helemaal niks te doen, want hier zit hij helemaal top aan de rand. Hier zit hij goed. Deurtje kan nog open. En hier, dit is ook heel fijn. Zit hij precies goed met deze lijn mee als hij zo zit. Dus de achterkant hoeven we eigenlijk alleen vast te schroeven. Hoeven we vrijwel niks aan te doen. Moet alleen even kijken als hij op de grond gaat staan hoe laag die dan komt. Voor moet een klein stukje uitzagen en dat is het eigenlijk. Alles uitgezaagd. Wat we moesten doen is eventjes hier voor dit deel alles eruit zagen. En als het goed is valt hij nu dus in één keer zo erin. Kijken. Dat is een beetje lastig wat in je eentje. Hij zit niet helemaal recht, maar je snapt het idee. Zie je dat we dit hier achter weg hebben geslepen. Zodat we zo meteen deze hopelijk weer een beetje... Zometeen doen we dat. Want nu lukt me dat niet. Ik leg hem gewoon lekker daar neer. Ik vind het heel mooi geweest. En wat ook fijn is, is dus dat die bumper, die komt helemaal zo. En ook over dit alles wat kapot is. De voorbumper gaat er ook nog helemaal af. Want deze is ook kapot. Want als je hier nu aan de voorkant kijkt hoe heftig dit is. Dit is gebeurd doordat Anne dus in die auto was gereden. En daarom ben ik heel blij dat we de bodykit hebben. Enige ding is dat we de kapotte koplamp nog hebben. Die moet nog vervangen worden. Maar voor de rest is die zometeen, lijkt die, weer schadevrij. En deze kant zit er helemaal op. Het was best wel simpel. Hij zit ook echt best wel goed vast. Enige ding waar een beetje mee zitten. Hij kon hier niet verder naar achter omdat hij dan in de deurrand komt. Maar hier is hij een klein beetje aan de lange kant. We moeten zo even kijken hoe de voorbumper erop gaat vallen. Maar ik denk dat het best wel mooi zit. Hij is stevig. Achterkant. Idem dito. Zit heel erg mooi op deze dingetje. Hier moet alleen nog een schroefje in. Maar daar kunnen we niet bij omdat hij op de brug staat. Ja, en ook hier... Hij loopt super mooi mee, dus daar ben ik blij mee. Mooie fit met de wieletjes, dus dat is goed. Achterbumper hebben we geen extra bumper voor. Daar gaan we binnenkort zelf iets vets voor maken. We gaan namelijk hier eigenlijk dit deel helemaal zo eruit snijden. En dan krijgen we net zoals dat ik bij mijn RS bijvoorbeeld had. Komen er allemaal van die grote platen tussen en dingen zo. En dan de uitlaat eruit. En tjoe, 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 tjoe. Dat wordt super vet, maar dat is voor later pas. Nu gaan we eerst hiermee verder. Deze kant zit er dus helemaal op. En gaan we de andere kant, voordat we de andere kant vast gaan zetten, gaan we eerst even de voorbumper eraf halen. Want deze hebben we nu vastgezet. Maar de vraag is eigenlijk of die voorbumper er goed in gaat vallen. Dus wat ik ga doen, je hebt hier overal en nergens een beetje schroeven zitten. Hier, 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 hier. Heb je aan de binnenkant nog wat dingen. Die gaan we even allemaal loshalen, zodat we zo meteen die hele voorbumper eraf kunnen halen. Wel moet ik even het logo, kenteken en weet ik wat allemaal meenemen naar de andere bumper. Want het zit daar niet op en ik vind het wel leuk als dat er wel op zit. Dus ik ga even de tools halen. Als het goed is, zit hij daar nog met één ding vast. Kutzooi. Nee, hoppakee. Voorbumper eraf. Leggen we deze hier neer. Deze gaan we niet meer gebruiken. Hij is ook kapot, dus dat is niet zo boeiend. Hij ziet er misschien wat minder mooi gespoten uit. Maar als het goed is, hoop ik dat hij denk ik past. Ik ben bang dat deze in de weg zit. Hoppatee! Oh, je bent echt goed. Maar... Het is wel zacht.
Plastic? Huh? Maar dan vang dat helemaal geen klap op. Dan is dit is gewoon dan een bumperbal. Ja. Er loopt wel water uit. Ah. Huh, maar dus dit boeit helemaal niet. Dat... Oké. Okay. Nee, er zit nog ergens een beetje in. Ja, dat zijn deze dingen. Oh. Deze volgens mij. Oh. Hoe? Brak ik dat er nu af? Het is kut! Het is kut! Ja, dit is vrij apart. Oh, hier moeten die zijschermen nog op. Dan moet dit hier zo. Ah! Nou, hij snap it. Ja, alles vastzetten en dan kunnen we naar huis. We hebben dus het probleem, deze auto is zo oud dat alle bouten, moeren, alles breekt af. Dus we gaan even een heel groot deel uitboren nu. Ja, die is nog steeds niet, er moet een groter in. That's what she said. Dan lijkt het alsof die nog steeds niet goed valt. Oh. Dat klonk alsof iets brak. We hebben een beetje een klein probleempje, want ik zit nu deze kant te passen en hij lijkt hier dus te breed uit te komen. En het komt omdat deze kant heeft een klap gehad. Deze heeft de botsing opgevangen. Deze is een beetje naar binnen en dat wist ik al wel. Alleen het is dus ietsjes meer dan ik had verwacht, dus dat is een beetje jammer. Deze kant heeft hier ook wat moeite mee. Die voorbumper wordt denk ik nog een leuk hoofdpijnproject. We gaan eerst maar even alle fenders van deze kant helemaal vastzetten. En als dat vast zit, dan kunnen we de voorbumper passen maken. We hebben de koplampen eruit gehaald, want met koplampen passen was helemaal kut. Dus we hopen dat we er na de koplampen er goed in kunnen schuiven. Maar dat is ook nog maar even fingers crossed, hoop van zegen. Anders moet ik de koplampen verbouwen. En als je hier nu langs dit randje kijkt, er zit nergens een millimeter speling in. Hij zit er helemaal strak tegenaan en dat is zoals het hoort. Het rare is dat dit het schadepaneel is. Dus aan de andere kant, hij is beter gemaakt voor schadeauto's dan voor hele auto's. Hij zit echt mooi, man! De voorbumper zit er nog niet op, de zijschermen wel. En we gaan eventjes kijken voor de spoiler waar die in moet. De zijkant is 103,5. En dat betekent dus dat we op 51,75 het midden hebben. Zodat de spoiler hier mooi in het midden komt. Uiteindelijk als de auto naar de spuiter gaat, zal de spoiler waarschijnlijk ook meegespoten worden. Wordt die mooi zwart gespoten. Maar nu moet even de gaten uit gaan meten. We moeten niet kijken. Hey Wim, is het niet handig om te kijken of hier geen kabels onderlopen? Nee? Oké. Okay. Nou, dat niet. Oh. Ik voel een kabel. Oh, gewoon doorgaan, hè? Hallo? Yeah. Hallo? Komt opeens zo'n mini vingertje. Dat ging sneller dan ik had verwacht. Klapt ook op mijn kin. Ja, probeer hem dan maar, hè. Ja, ik kan er weer niks anders aan doen dan gewoon even proberen. Dan moet je hem deze hier weer vanaf halen en dan gaan we hem in... Oh nee, wacht, dat kan niet, maar we moeten hem van onder hem vastmaken dan. Maar ik denk dat we door twee lagen heen. Maar de koolmaat ben je niet achter door de klep open te doen. Ja. Kiek eens aan. Gefixt. Huts, kuts, hats, plats. Oké, spoiler zit erop. Hij zit ook mokervast. Zoals ik net al zei, hij wordt nog een keer gespoten, maar hij zit wel goed. Het is voor de extra downforce, zodat we nog harder kunnen met onze 110 pk. Misschien moeten we daar ook wat aan doen, 110 pk. Het enige wat we missen is die fucking voorkant! Drie keer raden wat nog steeds niet is gelukt. De voorkant. Dus we gaan daar nu mee bezig. Voordat we de voorbumper er helemaal op gaan zetten, ga ik eventjes dit kippengaasje eruit halen. Want op een of andere manier leveren ze altijd van dit soort gaas bij bodykits. Maar ik vind dit zo moken lelijk dat we dat weggooien. Gelukkig ben ik ook een 350Z aan het bouwen en had ik daar nog wat echt gaas van over. En als we die hier nu achter doen, dan past die niet, want hij is te groot. Zo, dit vind ik al wel een stuk beter. Is dit nog niet helemaal goed? Maar is wel beter. Ga ik deze er even in knallen, ja? Het enige ding is dat we, denk ik, tegen de sleepogen aankomen. Dus of we moeten die eruit halen, of we moeten hier één hoekje eruit halen, dat we wel het sleepoog nog kunnen gebruiken. Dat is een beetje om het even, net wat ik wil. We gaan hem eerst maar proberen passend te maken. De bumper hebben we er weer even afgehaald. Voor de rest is de auto dus klaar eigenlijk. De velgjes zitten er allemaal op. We moeten deze zonen allemaal nog op een of andere manier vast zien te maken. Maar dat is zoals de bumper op zit. Eerste keer op zijn pootjes. Hij is wel dik. Hij is echt wel dik. En dan zal je zien, hè. Ik start hem, rijd naar achter, breek alles af. Hij start nog steeds. We hadden hier helemaal niet over nagedacht.
verschilt een vingertje. Moet je heel even kijken hoe weinig ruimte hier is. Oh. Ja. Voel eens even met je vinger tussen de band en de fender. Dat is genoeg, hè? Is dat genoeg? Even nog uitgelaten aan beide kanten om hem dus eerst passend te maken. En we denken dat het is gelukt. Ik heb eventjes wat lopen knutselen hier aan. En dit zijn zeg maar de kleine kapjes die hier overheen komen. Hier heb ik even wat delen weggezaagd. Maar als we hier nu kijken, deze gaat hier zo overheen geschoven. Naar voren en kijk. Is niet gek? Nou, dan klinkt het allemaal super leuk, maar wat nog leuker klinkt is dat. Taco! Taco taco! We hebben hier lelijke lamp. En daar is meneer met nog lelijkere lamp. Maar wel hele lamp. En dat scheelt. We gaan eerst even lampen er terug inzetten. Want anders wordt het echt heel erg lastig om te weten of de bodykit gaat passen. Ik boor nu in twee bodykits tegelijk. Dus als die fout zit, dan hebben we twee gaten in twee verschillende objecten. Nummer 1. Een eng onderdeel eventjes hier wat afzagen. Want anders dan is deze te groot. Hij is nog steeds niet goed. Maar al wel iets beter voor. Een special guest erbij en die gaat eventjes meehelpen. Hij gaat lijmen. We hebben hier een schroef doorheen zitten. We hebben hier voor een schroef in zitten. Dus hij zit al een beetje vast. Maar niet helemaal. Ook is de fitment niet helemaal top. Maar de bumper, ja, het was een 1000 euro kit. Dus je kan niet veel verwachten. Ja, dat tongetje, dat maakt het beter, hè. Ik had nooit verwacht dat Danny iets aan mijn auto zou doen. Nee, maar tot nu toe, weet je, die guy hè, die hier die professional is, ja, die zei dat mijn dingetje perfect was, wat ik heb gedaan. Ik weet niet of je dat ook gehoord hebt. Heb je net besproken hoeveel geld je uitgegeven? Ja. Wat denk je dat hij gaat zeggen? Ja. Ik ben niet helemaal tevreden over de bumper en de bodykit, maar ja, voor 1000 euro mag ik niet heel veel verwachten. Waar hij dan wel tevreden over is? Is jouw spuitwerk. Dat klonk wel heel raar. Ik was even blij, maar toen dacht ik, waar heb je het over? Hij is stevig genoeg om kinderen aan te rijden, dat is waar het om gaat. Want, ik bedoel, kut. Dus verkeerde script. Andere, stevig genoeg. Dat is het gewoon. Om te rijden, denk ik. Waar de fuck moet een bumper stevig voor zijn eigenlijk? Ik heb even online gekeken en de kit lijkt dus overal zeg maar, niet zo heel goed te passen eigenlijk. En gewoon een beetje lelijk te zijn. Maar dat is blijkbaar in Japan mooi. Want hier zit echt een ziek gat tussen. Alleen dat vinden ze in Japan mooi. Geen idee waarom. Maar wij moeten er ook maar mee doen. De bodykit zit er zo goed als op. Jurre is de laatste velgen aan het goed zetten. Iets hoger dat we niet scrapen. Nu bedacht ik, dit probleem heb ik nog. Ja, ik dacht, ik kan hem hier gewoon, ik kan hier twee schroeven doorheen doen. Dingetje erachter. Kan wel. Ik kan hem ook lijmen. En dit is hem dus geworden. Mijn MX-5 Whitebody. In om precies te zijn, 13 uur. Wat kut. We hebben een uur te lang over gedaan. Eerst was het idee 24 uur. Uiteindelijk dacht ik, nou, het lukt nog binnen 12 uur. We gaan dit gewoon knallen. Ja, toen we net begonnen dacht ik eigenlijk dat het binnen 4 uur kon. Maar dat werd hem niet helemaal. Hij staat er nu wel. Niet helemaal tevreden. Het is leuk gedaan, maar zoals je hier kan zien, hier heb je nog best wel een grote gap. En we dachten van, hey, dat is lelijk. Heeft blijkbaar elke bodykit van dit. Hier valt die ook niet helemaal mooi, maar dat is gewoon iets wat al die bodykits hebben, omdat het gewoon goedkope tering zo is. Zo simpel is het. Hij zit erop, binnenkort naar de spuiter. Voor nu lekker naar huis, op de nieuwe wieltjes. En ik hoop dat alles blijft zitten, dat de spoiler blijft zitten. En dat we niet zo meteen een fender verliezen. Laten we naar huis gaan. Vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog, subscribe hier beneden. Dan zie ik je morgen om 5:30 bij een nieuwe video. Groetjes! Dit rondje hier, door de gaatjes heen spuiten. Door de gaatjes heen spuiten. Ja, dat is heel raar dit. Bro. Maar jij wou spuiten. Hij heeft net een kind, hij weet hoe het moet.